Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, een hele goede zondagmorgen. Hoppa. Ja, we hebben even lekker getraind. Alleen, ik heb wel een beetje vals gespeeld, gestacheld of hoe je het dan ook mag noemen. Ik heb natuurlijk een programmaatje gedraaid, maar ja, we moeten weer vroeg weg. Dus dan heb ik maar ongeveer een uurtje. En ik kon zo snel niet het programmaatje vinden wat ik wilde gaan doen. Na vorige week zondag had ik wat last van mijn schouder. En dat probeer je natuurlijk met je oefen- en trainingprogramma een klein beetje rekening mee te houden. Nou goed, dan ga je dus kijken in de schema's die ik heb gemaakt. Om de schouder niet te veel te belasten. En dan moet je dus ook een aantal oefeningen dan in het programma wat je hebt opgesteld, moet je misschien een aantal oefeningen skippen. Dus in zekere zin komt het er goed uit dat je dan oefeningen kunt laten liggen die belastend zijn voor je schouder. Nou, daar heb ik rekening mee gehouden. Dan kom je inderdaad op een uurtje trainen. Even lekker bezig geweest. En daar is dan weer belangrijk dat je toch even lekker bezig bent geweest. Want als ik had ook gewoon thuis kunnen blijven om te zeggen van nou, schouder nog een beetje dit en een beetje zus en maar goed. Dat dus. Ja, mooi weer. Oh, gisteren weer voor het eerst een beetje wezen motorrijden. Het was lekker weer. En ik had natuurlijk ook nieuwe kleren gekocht om dus uiteindelijk eerder te gaan motorrijden in het seizoen. En niet alleen maar met mooi weer. Dus die hadden we gisteren mooi kunnen testen en was goed. Was lekker. Gewoon een kort rondje gereden, ongeveer 1,60 km of zo. Kort rondje, 60 kilometer. Maar goed. Hoe het ook zei, het was gewoon goed weer, goed om te rijden, lekker bezig eventjes weer. Het was heerlijk om weer te rijden. Dus dat was gisteren. We hadden ergens gestopt in Sint-Agata. Sint-Agata heet dat hier in de omgeving. Nog een leuke foto gemaakt, die zie je niet. Maar goed, alles bij elkaar genomen. Oh, vandaag voetballen. Dongen. VV Dongen. Dat is ook een van de redenen waarom dat we dus vroeg moesten trainen. Omdat we natuurlijk weer daarheen moeten. En dan moet je weer eerder vertrekken. En dan moet je weer met de bus. En dat soort dingetjes. Dus we moeten weer op tijd van huis af. Korter trainen. Ja, dat. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat worden. Vorige week had ik het goed. Toen zei ik bij voorbaat al dat het 2-0 zou worden. Ik had er een goed gevoel over. En zo waar. Het was en werd 2-0. Boom! Eventjes goed voorspeld. Ja, dat was wel een leuke. Nee, op een of andere manier had ik zo'n voorgevoel. Dat zei ik al tegen Job en ook tegen de trainer. Goed gevoel, 2-0. Wat vandaag gaat worden, daar ben ik even over aan het twijfelen. Ik denk dat ik dat straks eventjes ga kijken. Ik heb de indruk dat we vandaag een gelijk spelletje gaan doen. Maar of dat het een 0-0 wordt, een 1-1 of een 2-2, dat weet ik nog even niet. Maar zo'n idee heb ik, een gelijkspelletje. Ik moet er even over nadenken of dat het een... Ik verwacht een 1-1. Maar dat is een verwachting die ik heb. Daar ben ik niet over uit. Dus. Nou, ik ben inmiddels weer thuis aangekomen. Dus dat houdt in dat ik ga stoppen met dit geheel. Niet helemaal stoppen. En, oh ja, ik... Nee, laat maar.
Komt dan een keer wel. Goed, ik ga stoppen. Ik zeg in ieder geval fijne zondag nog. Die heb je natuurlijk al gehad als het online komt. Dus. Maar in ieder geval, ik hoop dat we in ieder geval fijne zondag hebben gehad. Dat uiteindelijk de uitslag, ik hoop, positiever uitvalt dan wat ik eigenlijk zeg. Dus eigenlijk hoop ik op winst. Maar ik verwacht een gelijkspel. Want als we namelijk binnenland hebben, staan we weer veiliger voor ja, het ontlopen van na-competitie. Het veilig staan dat je niet meer kan degraderen. Ja, nou goed, dat soort dingen. Dus eventjes duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Even abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer. Dus ik zeg de groeten. Ik zeg ciao.